Op de Woudse weg tussen Den Hoorn en De Lier zijn donderdag twee personenauto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan het eind van de ochtend in de buurt van de afrit van de snelweg. Er vielen drie gewonden. Het kruispunt was enige tijd afgesloten en dat zorgde in de omgeving voor wat files.